Tot de honderden immigranten die onlangs met de Waterman naar Canada vertrokken, behoorden 50 actieve jonge mannen die in cursussen van het bureau Oogstvoorziening omgeschoold waren tot hulparbeider in de landbouw. In het door hen voorheen uitgeoefende vak zijn de kansen in Canada gering. Nederland heeft in totaal 22 omscholingscentra die hun aspirant-immigranten na een opleiding van 9 maanden afstaan aan de praktijkschool voor landbouwmechanisatie in de Wieringermeer. Hier leren ze de machines kennen waarmee ze in Canada zullen moeten omgaan. De kruidenier Komen uit Medemblik was tot voor kort kruidenier te Medemblik. Dan strekt hij met de gemotoriseerde ploeg kaarsrecht te voren in de akkers. De timmerman Piet Bouwer uit Den Haag ging van de huizenbouw naar de landbouw en kan nu een ander paard voor zijn toekomstkarretje spannen. De kantoorbediende Van der Peil uit het Brabantse plaatsje Dorst ging van de boekhouding naar het stamboekvee en hij heeft de fijne kneepjes van het vak al aardig onder de koe, onder de knie. De heren Komen, Bouwer en Van der Peil zijn deze dagen al naar Canada vertrokken. Hun voorbeeld zal nog worden gevolgd door velen die aan de andere kant van de oceaan een betere toekomst gaan zoeken dan ze in Nederland konden vinden.